is ook zo groot weer. Kom maar. Hé, hey, jammer. Mag je niet zeker ook van de vlog van Corina en de baby? Een hele, hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag, de 22e augustus. En we leven om 2:10 op mijn horloge. Maar de computer zegt dat het 2:08 is. Dus ja, we houden de computer maar aan, want ja, die heeft gelijk, hè. Het is nou eindelijk droog weer. Ik ga er even snel met de handjes eruit voordat het weer gaat plinsen. Want we hebben niks anders dan regen gehad tot nu toe. Dus ik ga er nou even lekker eruit en even frisse neus halen. Even een rondje gracht en dan hopen dat we weer droog overkomen. Wel heb ik mijn regenjas op de stoel hangen en de rollator staat ook alweer klaar. Dus komt allemaal goed. Geniet van elkaar en ik zou zeggen, doe hetgene wat je doen wilt of doen moet en geniet daar ook van. Maar geniet zeker ook van de vlog van Corina en de Beestenboel, daar zijn jullie op aanbeland. Dus ja, ik zou zeggen, geniet ze en tot later. Lieve vrienden, ik zou mijn haar gedaan hebben, maar er niet aan toe komen. Ik doe het vandaag ook nog niet meer. Nee, ik weet het ook niet wanneer ik het wel doe, bijkleuren. Maar in ieder geval, ik kreeg onverwachts bezoek van een jong meisje van 15 jaar. Die is gek op Elwing en op Breika. En dan komt ze af en toe eens even buurten, zo die vlakbij. Ik kreeg telefoon van Mary. Ook ben ik met een vlog bezig dat we met z'n allen even naar Mary toe gaan om de vitrage weg te brengen. Dus dat komt overmorgen, dinsdag, komt dat op YouTube. En ook heeft Karin gebeld, die verging weer van de pijn. En ze hadden even toch ook boodschappen gedaan, want dat gaat toch wel door, hè. Pijn of geen pijn. En dan zat ze even op de inpaktafel. Komt er zo een boa aan? Mocht niet. Ze mocht daar niet zitten. Wat? Pardon? Ik heb ook wel eens op gezeten. Ja, de ene pakt het in en de ander die zat erbij en die kijkt ernaar. Ja, zo deed ik dat vroeger ook wel eens. En nooit geen commentaar van een boa of wat dan ook, hoor. Nou, kom nou. Of je nou pijn hebt of niet. Ik heb er ook al op gezeten. Maar in ieder geval, dat doet er allemaal even niet toe dat ik er ook op heb gezeten. Het gaat erom. Zij heeft pijn. Ze moest even zitten. Laat haar zitten dan. Je kan het aan iemands gezicht zien dat er iemand pijn heeft. Althans, ik kan dat zien. Van wie dan ook. Hoeft het niet eens niet van mijn dochter Karin te zijn. Dat kan ook van een ander wezen, wild vreemde. En dan kijk ik, nou, die kon wel eens behoorlijk veel pijn hebben. Weet je, laat diegene zitten dan. Maar ja, Karin die dacht ook bij zichzelf, bekijk het even. Ik blijf zitten waar ik zit. En dat heeft ze geloof ik ook wel gedaan. Maar ze moest wel weer naar het ziekenhuis. Ze zou eerst naar huis toe omdreigen comfortabeler aan te kleden en dan zou ze weer naar het ziekenhuis toe. Ik dacht, ze zou eerst naar het een en die stuurde er weer door naar het ander. Dus ja, oké, we horen het wel, hoe het weer zeilt en ruilt. Ze weet niet of ze nou ook weer die prikken krijgt of dat ze gelijk zeggen van mevrouw Staalman van de weg blijft bij ons logeren, want u wordt geopereerd. Kan ook nog, maar dat is afwachten. Ze zou me op de hoogte houden. Dus ja, we wachten dat gewoon af. En ik ga weer door met de vlog waar we naar Mary toe gaan om haar vitrage weg te brengen. Het is altijd leuk en gezellig. Dus blijf erbij. En vind je hem leuk? Doe dan die duim omhoog, één van die twee. Ja, maakt niet uit welke hoor. Ik weet niet eens hoe die staat, maar dat doet er even niet toe. Even kijken, ga ik even kijken. Nee, dat is bij mij. Moet ik even naar mijn kanaal. Ik weet niet eens hoe die duim staat. Ha! Leuk. Even kijken, gaan we daar naartoe. Dat is die. Dat duimpje. Ja, helemaal leuk. En dan gaan we weer terug waar ik was. En ik hoorde er eentje miauw zeggen. Nou, dan gaan we die ook even ophalen. Joe, regent de kerel. Hi, man.
Hey, vrouwtje, kom te schat. Hé? Het is ook zo groot weer, hè. Kom maar. Hé, hey, ja man. Oh, wat een dikkie. Heel gelijk het raam nou goed dicht. Dat is maar niks. Waar ben je? Oh ja? Oh ja, man. Oh, je bent nat. Is je baba. Kom maar. Mag je naar boven toe? En je eten. Je eten staat in de gang, hè? Dat weet je wel. Ja, dat zeg ik. Dat zeg ik. Zo, ook weer gebeurd. Ja, het is knetter met een rietje, dat weer. Echt. Maar in ieder geval, ik ga even door aan deze kant. En ik spreek jullie later weer.